Goedemiddag, lieve cultuurkanaalkijkers. Als jullie aan het eten zijn, smakelijk eten, zeker niet weglopen, want wij hebben hoog bezoek vandaag. Ja, de goedheilige man die komt op bezoek. Maar eerst gaan we een praatje slaan met niemand minder dan Thomas. Hallo Thomas. Hey, hallo. Hoe gaat het met jou? Goed, heel goed. Ben je nog niet moe? Nee. Nee? Want ik heb jou een beetje gevolgd via Instagram en je bent heel goed bezig, hè? Ja, dank u. Het zijn al heel drukke maanden geweest, ja. En zeker 2023, als ik kijk naar het volledige jaar, dan moet ik eigenlijk naar de video's en de foto's kijken om alles nog te kunnen bijhouden, want ik heb heel veel mogen beleven dit jaar. Want met jouw laatste bezoek tot nu toe heb ik heel wat zien passeren, het beweegt daar vooral. Inderdaad. Maar vertel eens iets over die Dinner in the Skies. Hoe ben je daar terechtgekomen? Was dat iets dat je zei van, oh, dat stond hier op mijn verlanglijst, want... Ja. Dat is toch wel iets speciaals. Ja, dat is speciaals. We hebben de vorige keer al verteld, ik was ook op het Slagerfestival in Hasselt. Ja. En na het optreden in Hasselt ging ik nog even naar de VIP. En daar zat de baas van het Slager, van Dinner in the Sky. Ja. En die vertelde tegen mij van, ja kijk, ik doe Dinner in the Sky, ken je dat? En ik had daar wel al iets van gezien zo op Facebook of op Instagram, dat zien voorbij komen een keer. En die vroeg mij van, wij zoeken ieder jaar ook wel een artiest om eigenlijk in de maand juni op te treden. Ja. Op 60 meter hoogte. Ik dacht, oké, oei. 60 meter hoogte. Ja, en ik zei van, ja, laat ons dat eens bekijken. Ja. En die kwam af van, dus 96 keer in één maand tijd. Wow. Ik dacht van, oei, dat is wel heel veel. Ja, 3 keer per dag. En uiteindelijk heb ik dat dan ook gedaan. Het was gedaan, super, super tof. Een hele beleving. Gelukkig was het ook mooi weer. Want alles gebeurt in open lucht. Dat is eigenlijk een restaurantplatform die op 60 meter hoogte wordt gebracht met een kraan. Mm-hmm. Heb je dat dan ook eerst niet mogen uittesten? Want allee, bedoel, je staat daarop. Het wordt natuurlijk wel... Ja. Je krijgt zo'n hesje of hoe noem je dat? Zo een veiligheid, kabel, een kabel. Een veiligheidsgordel eigenlijk. Ja. En dan de eerste keer als je naar omhoog ging. Gevoel had dat dan voor jou... Want dan moet je ook nog zingen, hè? Ja, dat was een heel mooi zicht. Dat was, ik kwam steeds net na het dessert. Dus de tafel ging eventjes naar beneden. Dan kwam er zo heel veel rook. Dat is zo mijn hele intro. En tegen dat rook weg was, stond ik al op de tafel ondertussen. En was de act eigenlijk begonnen. En we hebben dat 1 keer mogen testen ook. 1 keer. Gewoon even om het gevoel te hebben. Maar natuurlijk ook de kabels en het harnas. Ja. Plus nog eens de accordeon daarboven. Dat ik mij ook goed daarbij voelde. En dat was super, super tof. Ja. En dat was dan een optreden van een kwartiertje? Ja, dat was zo 20 minuten. Ja, oké. En dan mocht jij weer naar beneden. Dus volle ambiance natuurlijk. Ja, oké. Okay, dus dat valt dan eigenlijk nog wel mee eigenlijk. Ja, dat was super tof. Want dat is ook een moment waar die mensen gigantisch naar uitkijken. Ze hebben dat al lang geboekt ook. We gaan naar Dinner in the Sky. En mensen zijn altijd... heel goed gemeurig. Ze kijken er naar uit. En als dan die act begint, dat is dan altijd ook vol een bak. En zij wisten dat jij daar ging optreden? Of was dat gewoon, dat ze boeken het ticketje? Special act. Dat was dan, jij was eigenlijk de special act. Ja. Een hele maand juni. Ja. Oh, oké. En is het voor herhaling vatbaar volgend jaar opnieuw? Wel, ik ben teruggevraagd voor volgend jaar. Maar de agenda is al heel druk. En er zijn al bijna 12 datums dat ik al niet meer kan. Dus daar moet ook bekeken worden of daar nog die mogelijkheid is dan. Ja, oké. Maar dus voor de mensen thuis, dus als ze Dinner in the Sky... dan kan het wel goed zijn dat ze jou tegenkomen. Ja, oké. Dus je hebt het overleefd, hè? Want je bent hier nog bij ons in de studio. En wat stond er nog allemaal op het programma dan? Ja, heel wat zaken. Heel de zomer heel veel onderweg geweest. Ik stond ook op het Slagerfestival, de zomereditie, in de pop-up arena in Middelkerken. Daar heb ik ook de opwarming voorprogramma gedaan. Heb ik ook tijdens de optredens ook mijn eigen act gehad. Dan ook nog eens met liveband. Hij speelde accordeon met Luc Steno. Dus, dat is ook nog iets apart dan eigenlijk. Dus toeren met Luc Steno dan eigenlijk. En dan was ik eigenlijk meteen al door van het Slagerfestival. Moest ik meteen nog een andere optreden gaan doen. Dus, dat hoort erbij. Ja. Dus heel veel opgetreden. Dan hebben wij in
September ook heel veel optredens gedaan. Ja. In oktober was ik dan ook nog op vanreis, samen met Luc Steno. Was samen met Luc Steno, ja. Dus dat je op vanreis was? Met 550 mensen mee. 550 fans? Ja, naar Turkije. Van jou en Luc Steno. Ja. Ja, dan moet je ook wel een boost geven. Hè? Naar Turkije was een week. Ja. Super plezant. Het was eigenlijk een paar weken geleden. Dus je bent nog maar pas terug dan eigenlijk van de fanreis. Dus het was heel tof om nog eventjes van de zon te kunnen genieten. Nog eventjes vitamine D om er weer tegenaan te kunnen. En om de mensen wat jaloers te maken die er helaas niet bij waren. Maar wie weet, ik weet niet, staat er al iets op programma voor volgend jaar, 2024? Volgend jaar gaan wij terug naar de Champagne-streek. Ja. Dat is een kort weekend. Uh-huh. En ik denk dat het zal ergens ingepland worden in oktober ook. Ja, oktober waarschijnlijk volgend jaar. Spanje. Ja. Ah ja, het is Spanje, ja. Oké. Okay. Ja, ik ben natuurlijk volgend jaar ook op schrijfkamp terug. Met een Duits team zijn we de maand mei in Mallorca om te schrijven voor Duitse artiesten. Dus. Ah ja, dus dat doe je ook al erbij. Dus je begint al te schrijven voor andere... In Duitsland, ja. Ah, oké. Okay. Goed. En Thomas, wat denk je? Kunnen we nu samen kijken naar jouw videoclip van Engelbewaarder? Die is al een tijdje uit, hè? Ja, die is uitgekomen in maart. En dat heeft mij natuurlijk ook een gigantische boost gegeven. Dat nummer brengt overal ambiance. Ja. En is toch steeds wel een hoogtepunt tijdens mijn optredens. Ja, oké. Okay. En terwijl als het Dinner in the Sky was, heb je dat waarschijnlijk ook wel... Zeker. ...veel gas mogen geven met Engelbewaarder. Ja, natuurlijk. Ah ja, want dat is ook zo'n uptempo nummer. Ja. Ja, amai. Dat we terug veilig beneden gingen komen. Ja, het zal wel zijn. Wel, kijk, we gaan actie ondernemen en we gaan naar jouw videoclip kijken. Super. Kijkers, hier is Thomas Julien met Engelbewaarder. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan, in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat. Haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte, het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten.
Ik ben er zelf eens door gered. En Thomas, wat zijn nog jouw plannen voor dit jaar? Want we zijn nu al begin december, het jaar is bijna voorbij, ja, maar je natuurlijk hebt nog plannen. Ja, natuurlijk optreden. Mm-hmm. En ik ben heel blij dat ik eens op kersttournee mee mag gaan. Ja. Ik hou zo van de kerstsfeer, van kerstoptredens. Ik heb al in Berlijn op de kerstmarkt ook mogen optreden, een paar jaar geleden. Ja. Maar nu mag ik mee op kersttour met Luc Steno. Met Luc Steno, ja, oké. En je bent daar dus ook al in volle voorbereiding mee? Ja, we zijn net terug eigenlijk van... we hebben een tweedaagse gehouden, zal ik maar zeggen, om alles eigenlijk generale repetitie te houden. We zijn al een heel tijdje mee bezig eigenlijk, met welke nummers enzovoort. En dat is alleen tussen jij en Luc die dan beslissen, Ja, inderdaad. Dus wij hebben ons eigen deel. Wij hebben ook een gastartiest die we uitnodigen. Mm-hmm. Soms is dat Laura Lien, soms is dat Céline Hermans. Mm-hmm. En wie is het nu? Of mag je het niet zeggen? In Basel en in Zwalm zijn wij. En daar is Céline Hermans. Ah ja, oké. Okay. Ja. Céline Hermans. Dus dat wordt zeker een heel erg tof programma. Daar heb ik mijn accordeon niet bij, maar daar speel ik piano. Oké. Okay. Ja. Dus eens iets helemaal anders. Waarvoor de beslissing dat de accordeon niet mee mag? Ja, wel, accordeon is altijd ambiance en handjes zwaaien. Ja, zo'n beetje het feestinstrument. Ja. En we willen het een beetje rustiger, ook ballades brengen enzovoort. Wat? Natuurlijk zal er ook ambiance aan bod komen, maar dat brengen we dan op een andere manier. Het was serener houden eigenlijk nu, maar met de kerstperiode, oké. Dus ja, het hoort ook bij kerst, zo de piano en de zang. Dus het wordt zeker heel prettig. En daar kunnen de mensen dan ook nog tickets voor krijgen? Ja, tickets zijn nog beschikbaar via mijn website thomasjulian.be of via de website van Luc Steno, luxteno.be. En dat is ook de eerste keer dat je zo'n kerstconcert mag doen met Luc Steno hier in België. Ja, voor mij is het eigenlijk de eerste keer dat ik eigenlijk ook echt mee op een kersttournee ben. Ja. Of eigenlijk echte kerstoptredens. Ja. Ik heb al verschillende keren op kerstmarkten gestaan. Maar daar komt het altijd op neer om terug ambiance te gaan brengen. Ook weliswaar met kerstliedjes. Maar dat is toch iets anders. Een kerstconcert is toch wel iets anders. Dat is ook in kerken en mooie belichting. Het zal super tof zijn. Het zal ook intiemer zijn eigenlijk. Hè? Ja, kerstconcert buiten op de kerstmarkt. Ja, inderdaad. Veel meer passagevol. Ja. Dus als mensen nog beschikbaar zijn, 17 december in Basel of 22 december in Zwalm, wees er absoluut bij. 17 en 22 december moeten ze zeker naar een kerstconcert van jou en Luc Steno komen kijken. Zeker. Goed. En hoe ga jij het nieuwe jaar beginnen? Wel, dus treed jij ook op oudjaarsavond of zo? Ja, zeker. Ja. Heb ik een optreden bij Brugge. En het is ook het eerste jaar dat ik met oudjaarsavond ook eens serieus invlieg met de accordeon. Ik heb natuurlijk ook mijn nieuwste single uitgebracht, Een Beetje Vrede. Ik dacht natuurlijk in oktober van na Engelbewaarder wil ik natuurlijk ook nog een vervolg. Mm-hmm. En ik wil dan ook met mijn single een boodschap brengen in de wereld. En daarom was het toch wel geschikt om een beetje vrede de wereld in te brengen. Dat willen we allemaal. En inderdaad. Als we eens kijken hoe het er nu soms aan toe gaat, ontbreekt het ons wel een heel klein beetje aan die vrede. Dus kijkers thuis, hier zie je de videoclip, dus de nieuwste videoclip eigenlijk, Een Beetje Vrede van Thomas Jullian. Veel kijkplezier. Net als een pop afgedankt door een kind, net als een blad afgerukt door de wind, net als een visje dat bijt in een haak, zo voel ik me zo vaak. Dan zie ik de wolken zo dreigend en grauw, en hoor ik de kreet van een vogel in het nauw. De regen die valt en de zon zie ik niet, dan zing ik wat bang mijn lied. Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde, erover dromen, dat doe ik al. Een beetje vrede, een beetje liefde
ben maar een jongen die zingt wat hij voelt en in een lied zegt wat hij bedoelt. Ik ben maar alleen als een meeuwende wind die voelt dat de storm begint. Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde, erover dromen, dat doe ik al. Een beetje vrede, een beetje liefde, dat er weer hoop is voor alle mensen. Een beetje vrede, een beetje vreugde, toelaat ons wensen dat het komen zal. Ik heb gezien dat het in Keulen was, dat de videoclip is opgenomen. Ja, je hebt dat goed opgemerkt. Inderdaad, de Dom van Keulen, ook de Rijn, komt erin voor. Het is ook een beetje vrede, origineel een Duits nummer van Nicole. Yes. En ik heb natuurlijk heel wat kameraden in Duitsland die ook in de muziekwereld actief zijn. En zo heb ik een goede kameraad die ook videoclips maakt, eigenlijk in Duitsland voor echt grote namen. Mm-hmm. En ik zei tegen Mike van, hey, laat ons de videoclip maken. Ja. En dat was jouw idee? Ja. Dat, En die zei van, oh ja, laten we een keer naar Keulen gaan. Hey, het is voor jou ook niet zo heel ver dan. En daar kunnen we zeker wel iets heel tofs maken. En ja, dan hebben we eigenlijk Keulen ingedoken en een videoclip gedraaid. Ja, oké. Okay. En wat ging ik eigenlijk nu nog zeggen? Maar je hebt eigenlijk al een beetje gezegd van waar de keuze om het liedje... Ja, ik wou zeker een boodschap brengen. Hey. En Engelbewaarder was een echt lied die heel veel ambiance bracht. En ik wou nu zo iets meer ingetogen doen. Ja. En het is altijd plezant. Ik laat de mensen ook hun lichtje bovenhalen. Zo, dat we meer licht willen geven aan de wereld. Dat we meer hoop willen brengen voor de wereld natuurlijk. Oké. En is er ook al een plan voor een opvolger? Wel, daar ben ik nu nog op dit moment nog niet mee bezig. Ik ben volop bezig aan het schrijven voor Duitse artiesten. Daarvoor de nummers die ik geschreven had in Mallorca in mei geweest op schrijfkamp. Die komen nu ook begin dit jaar uit. Of er komen nu nog nummers uit, nog dit jaar zelfs. Die komen ook op de Duitse slagershows bij Florian Silbereisen enzovoort. Mm-hmm. Dus dat is wel plezant. Daar kijken we ook eens van welke nummers zou ik misschien zelfs in het Nederlands kunnen uitbrengen ook daarvoor. Mm-hmm. Dat is dan ook wel tof. Ik heb dat dan zelf ook meegeschreven. En om zo'n Vlaamse versies te maken van nummers die ik eigenlijk zelf geschreven heb voor Duitse artiesten. Dat is wel inderdaad ook. Dat is iets anders, want dat is ook je hebt het iets zelf uniek, geschreven. Dus, okay. En we kunnen daar ook al een beetje peilen van die nummers die slaan goed aan. Ja. Of wat gebeurt er bij dat nummer en dat nummer? En dan kunnen we daar ook op inspelen voor Vlaanderen natuurlijk. En hoe gaat het met jouw Duits? Goed. Zeer goed? Ja, zeer goed. Ik heb eigenlijk een paar jaar geleden een Duits taalkamp gedaan. Ja, en doordat ik eigenlijk blijf met mensen constant in contact zijn. Ik heb deze zomer ook verschillende keren in Duitsland opgetreden. Dus ik blijf constant in contact met Duitsers en eigenlijk praktisch dagelijks spreek ik Duits. Dus zo blijf je er ook in, hè. En wordt het steeds beter. Is er een groot verschil tussen het Duitse publiek en het Vlaamse publiek? Ik heb gemerkt deze zomer toch... Als je vraagt van, klap een keer mee, die blijven maar meeklappen. Ja. Hier is het soms zo, 10 keer klappen en dan stoppen die. Het is helemaal anders. Het is een andere sfeer. Schlagermuziek daar trekt ook een heel jong publiek aan. Echt jongeren van 16 jaar, van 18 jaar, is heel erg geïntegreerd ook bij de jeugd. Ja. Dus dat is toch wel een heel groot verschil, denk ik. Waarschijnlijk ook van thuis uit Van thuis uit. Ook de slagermuziek daar is meer dancemuziek. Wordt daar echt ook in de discotheken ook gedraaid. Zoals dat ook een beetje Nederland is, hè? Ja, ja. De cultuur is een beetje anders. Dus de schwung zit daar
er ook gigantisch wel, in. Wel, Thomas, dat is misschien nog een volgend plan voor jou, om proberen hier ook in Vlaanderen een beetje meer de schlagermuziek naar de discotheken, naar de Giro-vijven en Scouts-vijven. Ja. Maar ik denk dat dat toch wel... dat komt. Ja, alles dat komt terug. Oké, alvast bedankt voor jouw komst. Het was een heel fijn gesprek opnieuw. Ja. En dan wens ik je nog heel veel succes. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En ik wens jullie en de kijkers zeker een fijn eindejaar. Dank je. Oké. Dus wij wensen jullie ook een fijn eindejaar. En wie weet, tot volgend jaar dan. Hè? Ja. Oké? Dankjewel. Bedankt. Onze volgende artiesten kennen we al van Geef Me Je Liefde, Weekend. En nu komt ze heel graag haar aller...